Wist u dat van de top 20 plaatsen in Nederland waar sprake is van energiearmoede en maar liefst 13 in de provincie Groningen liggen? Mijn naam is Robert de Wit en ik ben statenlid in de provincie Groningen. Ik ben het politiek ingegaan omdat ik een positieve bijdrage wil leveren aan de provincie waarin ik ben opgegroeid. Ik heb de leefbaarheid in grote delen van onze provincie de afgelopen jaren zien verslechteren en wil daar graag iets aan doen. Ik sta hier vandaag in de gemeente Veendam, waar ik meeloop met een energiebespaarcoach. Veel mensen uit deze regio hebben moeite om de energiekosten te betalen. En ze hebben al helemaal geen financiële middelen tot hun beschikking om te investeren in duurzame energievormen. Daarom vind ik het belangrijk dat de overheid deze mensen ondersteunt met gratis advies om energie te besparen en de woningen te verduurzamen. Maar ook met individuele ondersteuning bij de aanvraag van subsidies. Op deze manier gaan we energiearmoede te lijf, verduurzamen woningen en geven we onze provincie op een mooiere manier door aan volgende generaties.